Yes, Giovanni, eindelijk weer eens een uitzegen. Wat gaat er door je heen nu? Nou, ik ben vooral blij met de punten. Natuurlijk ook weer de eerste uitoverwinning van dit jaar. En met name ook de winst, de 3 punten, waardoor we weer de plek 3 in handen hebben. En dat was, vandaag was dat de doelstelling en dat is ons gelukt. Ja, dat wist je natuurlijk na gisteravond al, hè, dat je weer op die felbegeerde plek kon komen. Zag je, motiveerde dat jouw ploeg specifiek? Nou, dat denk ik wel. Ik denk als je de mogelijkheid krijgt om plek 3 over te nemen, dan moet je daar voor gaan. En dat hebben we vandaag gedaan, onder de omstandigheden zoals we die verwacht hadden. Het is een moeilijke ploeg om naar te komen. En dat hebben we vandaag hebben dat heel goed gedaan. En... Kun je iets aanstippen wat jullie specifiek dan goed hebben gedaan ten opzichte van wedstrijden in soortgelijke omstandigheden waarbij dat niet liep? Ik denk met name de beginfase. Zeker met het veld nog redelijk nat. Ik denk dat we daar 2 hele mooie mogelijkheden hebben gecreëerd. Met Jens en ik, de voorzitter van Koeko, waardoor we al op voorsprong hadden moeten komen. En uiteindelijk daarna de goal van Sam. Maar met name de tweede helft. Ik denk, je zag dat we heel veel balbezit hadden. En daar hadden we meer mee moeten doen. Omdat je dan denk ik al de mogelijkheid hebt om de wedstrijd te beslissen. Dat doe je niet. En dan komt er een fase van 8 à 10 minuten dat we onder druk komen te staan. Waarbij Kenneth ons in de wedstrijd houdt met een paar uitstekende reddingen. En na de goal van Nico weet je dat het gespeeld is. Dat was een goede goal, hè? Ja, heel goed. Ik denk dat hij hem heel goed raakt. Goede aanname en ja, redelijk kort op de keeper, maar met zoveel power dat hij hem niet kon pareren. Ricciano Haps valt uit en die zag ik richting de bus nou bijna strompelen. Ja. Hoe is het met hem? Ja, niet zo goed. Volgens mij net ervoor kreeg hij een blok. Dat is waarschijnlijk iets aan zijn knie. Dus we moeten daar morgen kunnen we daar meer uitsluitsel over geven. Vrees je, hij heeft natuurlijk al zoveel blessureleed gehad, dat dat weer iets langdurigs kan zijn? Dat weet ik niet. Dat hangt er vanaf, maar dat verwacht ik niet. Malasia vervangt hem, die hebben we een tijd niet gezien. Nee. Scoort nu ook, dus valt sowieso op natuurlijk. Ja. Hoe gaat het nou met zijn ontwikkeling? Want het leek er even op van dat gaat echt de vaste waarde bij Feyenoord worden. Nu lang niet gezien. Hoe staat hij ervoor? Nou ja, zoals hij vandaag invalt. Natuurlijk hebben we voor Haps gekozen als basisspeler. En we hebben daar Tyrell en Kelvin nog achter. Maar ja, uiteindelijk is het voor Tyrell wachten op zijn kans. Die komt vandaag. En zeker het type wat hij is. En zeker in de speelwijze ook vandaag. Konden onze backs heel gevaarlijk worden. Ook Koeko aan de rechterkant. Maar met name ook Tyrell en Haps in de eerste helft. Maar ja, uiteindelijk met zijn drive zie je toch dat hij met name in de eindfase zo snel en behendig is dat hij moeilijk te stoppen was voor VVV. Ten slotte één ding nog. Ik ben een liefhebber. Jij bent een liefhebber. We zijn aan het afstrepen. We hebben nu 2 wedstrijden van Persie niet gezien. Ja. Hoe ernstig is het? Gaat hij nog spelen op korte termijn? Bijvoorbeeld volgende week? Of kan je er ooit van zeggen? Nou, hij is nog niet op het veld geweest deze week. Dat was nog niet mogelijk. Maar de verwachting is wel dat hij daar deze week weer mee kan beginnen. Dus we zullen kijken hoe het met Robert staat. En met name een paar dagen voor de wedstrijd. Okay.